Dus mevrouw Kooijmans, uw doorbraak was rond 1966 pas eigenlijk, vrij laat. Ja. En hoe omdat kwam dat? Omdat ik met andere dingen bezig was geweest. Ik zat in het onderwijs. Ik heb eerst kweekschool gedaan. Hè? En ben dus les gaan geven, want daarvoor ga je naar een kweekschool. En, dus ik zat in het onderwijs in plaats van in de muziek. En daarnaast speelde ik piano. En het lied in het onderwijs was ook uniek. Ik gaf ook zanglessen aan de klasse. Ik heb zelfs een kerstspel geschreven voor de hele MULO. Ja, dat was leuk. En toen werd u plotseling ontdekt. Ja. Hoe ging dat? Ja, ik geloof dat ze het maar heel vanzelfsprekend vonden. We hebben een juffrouw die zingen kan. Dus die... Nou, dat werd, was makkelijk. Ze hoefde geen aparte zanglieraar te laten komen. Ja, dus ik heb er heel veel... Ja, maar ik wou het ook interessant maken voor de kinderen. Want alleen maar leren zingen, ja, dat is niet interessant. Maar ik heb er meteen speelliedjes van gemaakt, hè. Dus ik nam ze mee naar de gymzaal en dan liet ik ze lopende zingen. Of, en met gebaren erbij. Intuïtief wat die kinderen voelden, welk gebaar moet ik nou maken als ik dat en dat zing. Dat begrijp ik, maar hoe kwam uiteindelijk uw eigen doorbraak tot stand? Want dat gebeurde eigenlijk toevallig, begrijp ik. Dat u doorbrak als professioneel zangeres. Het kwam omdat er namelijk iemand... Een pianist had ontdekt een in Nederland volkomen vergeten componist. En dat was Reger, Max Reger, een Duitse componist. Een organiste, die kende hem wel, want hij was een beruchte componist voor organisten. Heel moeilijk, heel gecompliceerd, contrapuntisch. Maar dat hij liederen geschreven had, dat had niemand kunnen bedenken. En... Dat was Cor Bakkers, dat was een koordirigent en pianist in Den Haag. En die heeft mij ergens, ja, weet ik het, blijkbaar gehoord, of van mij gehoord. En die zei tegen mij, weet je dat ik Max Reger ontdekt heb en dat hij zulke prachtige liederen geschreven heeft. Daar wist ik niks van, ik heb ze nooit gezien. Hij liet ze me zien en ik dacht, jeetje, wat, ik zal nooit die twee liederen... Hele simpele teksten. Trouwen en troost. Die horen als het ware als een duo bij elkaar. Hè? En zo op één bladzijde. Een volslagen lied op één bladzijde. Waar alles in zat, zal ik maar zeggen. Ook de vorm. Een begin, een middenstuk, een eind. Conclusie. En zo... Dus ik was zo geïnteresseerd. Ik ben die liederen gaan instuderen. En toen kregen we een uitnodiging in de beroemde zondagochtend Courhouse-concert in de kleine zaal. Nou, dat is een waanzinnig succes geworden. Want de pers, die had ook nog nooit van Max Reger liederen gehoord. Hè? En dat is de doorbraak geworden. En daar staat hij ook, de pers sprak van internationaal. Niveau, tot nu toe een onbekende liedzanger. En u was en eigenlijk... En toen hebben ze het in de krant geschreven. We hebben nou een ontdekking gedaan. En zo is het begonnen. En toen kreeg u plotseling... Toen kreeg ik meer uitnodigingen enzovoort enzovoort. En toen bent u ook gestopt met lesgeven? Toen wel, ja. Toen dacht ik, nu ga ik mijn repertoire studeren. Hè? En wanneer is uw internationale carrière begonnen? Uw internationale carrière, hoe is die vervolgens begonnen? Dat was vrij snel daarna of dat was veel later? Dat is heel gauw daarna gekomen natuurlijk. Als je eenmaal bekendheid hebt gekregen in Nederland. En de pers, ja, die wordt overal wel gelezen, denk ik, hier en daar zo over omliggende landen. Dat wordt wel doorgegeven aan elkaar, denk ik. Dus het ging tamelijk snel. Ja.